Na twee publicaties en meer dan 25 lezingen met het Pajottenland als onderwerp, vonden we de tijd rijp om een samenvatting te brengen van de gesprekken die wij daarbij voerden. En telkens kwam een probleem te sprake, met name de identiteit van het Pajottenland staat onder druk. En die kreet klinkt al maar luider. En dat werd ook beklemtoond in de vraaggesprekken die door Persinfo met verschillende Pajotten werd gehouden. Vandaar dat wij ons hebben gebogen over, ja, wat kunnen we eraan doen? En daaruit is een tekst gekomen, een inleidende tekst, en een tiental punten die wij gemakkelijkheidshalve een boosterprik voor Pajottense identiteit hebben genoemd. En in de komende afleveringen hebben wij enkele van die cruciale punten naar boven gebracht en hebben we ze ook belicht. De gemeenten van het Pajottenland zijn ingedeeld in 4 politiezones. Er is de politiezone Pajottenland, waarvan we hier het nieuwe gebouw zien. Er is deze van Dielbeek, van de Zennevallei. En er is politiezone Tarl. En dat is Ternat, Aflichem, Roosendaal en Liedekerk. 4 politiezones voor een tamelijk beperkt gebied en in verhouding tot het aantal inwoners is zeer veel. Toch omdat de ter beschikking gestelde middelen van de overheid niet voldoende zijn om 4 politiezones te onderhouden. Dat een beperkt aantal gemeenten van het Pajottenland ondergebracht werden in politiezone Pajottenland is alweer een aanfluiting van de erfenis van de Gronkel. Het Pajottenland wordt opnieuw eens in stukken verdeeld. En daarom pleiten wij ervoor om 1 politiezone Pajottenland te maken. En we worden daarbij geholpen door de grote baas van de federale politie, commissaris-generaal Mark de Mesmaker, die in de krant onlangs vertelde dat het aantal politiezones in België, en dat zijn er 180, moeten verkleind worden naar 50. 180, zegt de Mesmaker, is voor een land als België meer dan voldoende. Dat is zelfs te veel. Er zouden er 50 moeten worden. En ook in het parlement, in de Wetstraat, werd reeds herhaaldelijk gepleit om het aantal politiezones in te krimpen, omdat er meer middelen ter beschikking moeten komen voor permanentie, dispatching en efficiëntie. Dus 1 politiezone is voor het Pajottenland eigenlijk meer aangewezen. En gelijktijdig met deze inmaking van de politiezone zou het ook nuttig zijn om eens ernstig te praten over de samenvoeging van gemeenten, de zogenaamde fusies. Er zijn gesprekken aan de gang tussen de gemeenten, dat weet iedereen, maar daar wordt nauwelijks of niet over gecommuniceerd, wat zeer betreurenswaardig is.